Het boek Daniël. Oorspronkelijk geschreven door pastoor F.W.C. Dezer. In het Nederlands vertaald door kolonel G.J. Verloon, die het ook inspreekt. Inleiding en hoofdstuk 1. Op dit moment bevinden wij ons op de laatste grenzen van de profetieën van de Bijbel en van deze bedeling. Behalve de werkelijke climax van de eeuwen, blijft er betrekkelijk weinig over van alles wat door de grote profeten van de Bijbel en door Jezus zelf en zijn apostelen voorspeld is. Al de wegen van de profetie die door de eeuwen heen over bergen en door dalen is gegaan, staat op het punt van de eeuwigheid om bij elkaar te komen. Het ogenblik van de laatste dingen zijn voor ons aangebroken. Dit is voor ons nu een leven en een zaak van groot belang, dat wij deze dingen zullen onderzoeken om te weten wat er precies zal gaan gebeuren. De psalmist zegt immers: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119, vers 105. De apostel Petrus heeft in zijn tweede brief geschreven, en wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. De profetieën van het Oude Testament en vooral die van Daniël heeft een precieze aanduiding gegeven van de eerste komst van Christus. Op soortgelijke wijze waarschuwt het Oude en Nieuwe Testament ons over zijn wederkomst. Door de profeet Daniël heeft God zelf het exacte jaar aangegeven waarin Christus gedoopt zou worden en met zijn bediening onder de zalving van de Heilige Geest zou beginnen. En het exacte tijdstip dat hij gekruisigd zou worden. Als de mensen van die tijd aandacht hadden besteed aan Gods woord, zouden zij de Messias verwacht hebben en voorbereid zijn geweest om hem te ontvangen. Johannes de Doper heeft met grote ernst aangekondigd, in Matthäus 3 vers 2, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij heeft geweten dat het uur gekomen was waarop Christus moest verschijnen. Op dezelfde wijze heeft onze Heer Jezus dit zelf gedaan, nadat hij door Johannes in de Jordaan gedoopt was. Onmiddellijk begon hij te preken en hij heeft gezegd, dat kunnen we lezen in Marcus 1 vers 15, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. In die tijd was er maar een kleine minderheid die uitgekeken heeft naar de vervulling van de profetie en die gereed waren voor deze vervulling. Maar de overgrote meerderheid was niet waakzaam. Zij hebben hem niet verwacht en konden hem daarom niet ontvangen. Dit zal ook in deze laatste dagen zo zijn. Wanneer Christus voor de tweede maal zal komen, de schrift verklaart dat deze grote gebeurtenis zal komen als een valstrik en als een dief in de nacht. Dit zal voor de natieën van de aarde als een geweldige verrassing komen. Maar er zijn mensen die niet verrast zullen worden. Zij zijn gereed en staan op de uitkijk. Jezus heeft gezegd, er zullen tekens zijn. Lucas 21 vers 25. Hij heeft zelfs gezegd dat wanneer de vijgenboom en de bomen beginnen te botten,
dan moeten wij weten dat de zomer nabij is en zo ook zijn wederkomst. Wanneer wij al deze dingen zien gebeuren, weten wij dat wij op de drempel staan van het allergrootste gebeuren die de wereld ooit ten goede zal veranderen. En dit geldt voor eeuwig. In de ontmoeting van deze grote verandering werpt het boek Daniël een grote lichtstraal. Dit boek moet dan ook samen met het boek Openbaring bestudeerd worden. Ik haal aan wat er staat in de algemene inleiding van het boek Openbaring. De boeken Daniël en Openbaring moeten tegelijk gelezen worden. Het boek Openbaring is de natuurlijke opvolger van Daniël, zoals het Nieuwe Testament en het Oude Testament opvolgt. De een vult de andere aan. Aangaande de afgelopen 2520 jaar kan men in grote trekken zeggen dat Daniël 1/3 hiervan in het bijzonder heeft behandeld en de overige 2/3 alleen in hoofdzaken. Openbaring geeft deze laatste 2/3 in bijzonderheden weer. Dit boek Daniël is vertaald vanuit het Afrikaans. En daarom lees ik een stukje voor uit de Afrikaanse Bijbel met de verklarende aantekeningen die het volgende zeggen. Doel en betekenis van dit boek Daniël, die leefde in een ernstige crisistijd van het Rijk van God op aarde. De theocratie in de vorm van een onafhankelijk Israël onder een Davidische koning die met Zedekia tot een einde gekomen is. De grote vraag is, zullen de machten van de wereld zegevieren of is het Godsrijk? Het boek Daniël toont aan dat de wereldmachten bestemd zijn om onder te gaan en dat de uiteindelijke triomf behoort aan de Messias en zijn Rijk. Hoewel het volk van God tijden van zware verdrukking zullen doormaken, het boek Daniël belicht in de hoofdstukken de perioden van de eerste verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus tot de eerste komst van Christus. Hoewel zekere profetieën volkomen zijn vervuld bij de eerste komst, terwijl de openbaring van Johannes voor die tijd van de tweede verwoesting van Jeruzalem schrijft in 70 na Christus, tot de tweede komst van Christus in symbolische taal die de grote lijnen trekt. Tot zover deze aanhaling. Daniël is in bijzonder de profeet van de tijden der natiën, of de tijden der volkeren, zoals we dat lezen in Lucas 21 vers 24. Zijn visie strekt over het gehele verloop van de wereldregering, een term die wij in deze tijd goed kennen en niet zonder betekenis is. Het is een tijd van natiën, in het Engels betekent dat Gentiles. Tot het einde toe zal het leiden tot rampspoedige chaos en dan de oprichting van het Messiaanse koninkrijk op aarde. Deze tijden der heidenen is belangrijk. Zonder op de bijzonderheden in te gaan, kunnen we zeggen dat deze tijden van de heidenen een tijdperk is van 7 tijden en beslaat een tijdperk van 2520 jaar. En is een tijdperk van straf voor Israël, waar de Heere haar voor heeft gewaarschuwd dat zij zullen ondergaan als zij hem ongehoorzaam zouden worden. Lees daarom aandachtig in Gods woord, de wet, het volgende. Leviticus 26 vers 18, vers 21, 24 en 28. En indien gij desniettegenstaande niet naar mij luistert, dan zal ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden tot 7 maal toe. Indien gij tegen u mij verzet,
en naar mij niet wil luisteren, dan zal ik nog 7 maal harder slaan naar uw zonden. Dan zal ook ik mij tegen u verzetten, en dan zal ik u ook 7 maal slaan wegens uw zonden. Dan zal ik mijn grimmigheid tegen u verzetten, en ik zal u 7 maal tuchtigen over uw zonden. De Afrikaanse Bijbel zegt 7-voudig. De Nederlandse vertaling geeft 7 maal. En de Engelse zegt 7 times. Wat heel merkwaardig en belangrijk is, is dat deze 7 tijden van Israëls straftijd min of meer samenvalt met de tijd der heidenen, oftewel de tijden wanneer de natiën oppermachtig waren en Israël in verdrukking was. Dus het is omgekeerd, Israël had moeten heersen over de aarde, maar door haar zonden werden de volkeren, die kregen die oppermacht, omdat Israël door God werd gestraft. In profetische taal stelt 1 dag en 1 jaar voor, dus 1 dag is 1 jaar. We lezen in Ezechiël 4 vers 6, als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen op uw rechterzijde, dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda 40 dagen, voor elk jaar leg ik u 1 dag op. In Numeri 14 vers 34 lezen wij, overeenkomstig het aantal dagen gedurende welke gij het land verspied hebt 40 dagen, zult gij uw ongerechtigheden 40 jaar lang boeten voor elke dag 1 jaar, opdat gij weet wat het betekent als ik mij afkeer. In Daniël 7 vers 8 spreekt hij van een kleine horen met ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daniël zegt dat hij oppermachtig zou zijn. Hij zal de woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige der Allerhoogste te gronde richten. Hij zal erop uit zijn de tijden en de wetten veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Zo lezen we dat in Daniël 7 vers 25. Met andere woorden, voor 3,5 tijd. In Openbaring 11 vers 2 vers 11 en hoofdstuk 13 vers 5, die profetisch van dezelfde tijdperk spreekt, wordt dit tijdperk met 3 afzonderlijke namen genoemd, die allemaal precies op hetzelfde slaan. Zij zijn 42 maanden, 3,5 dag en 1260 dagen. Dat staat in Openbaring 11, dus 11 vers 3. En 3,5 tijd is dus 1260 jaar. En die 7 tijden is dus 2520 jaar. Wij kunnen deze tijdsberekening gebruiken als een meetlat om belangrijke gebeurtenissen in het boek Daniël en in de rest van de gehele Bijbel te gebruiken om profetische tijden vast te stellen. In Lucas 21 vers 24 heeft de Heer Jezus gezegd, en ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. In het jaar 1917 was de straftijd van 2520 jaar voorbij. Nadat Nebukadnezar in het jaar 603 voor Christus voor de eerste keer Jeruzalem belegerde en de geallieerde legers van Wereldoorlog 1 onder generaal Allenby, hebben zij Jeruzalem opnieuw van die natiën, dus van de heidenen, bevrijd. Wij zullen in de loop van deze studie zien dat met de Eerste Wereldoorlog de vrede van de aarde is weggenomen
ter voorbereiding voor de laatste slag, de slag van Armageddon, die het ingrijpen van God op aarde noodzakelijk maakt voor de wederkomst van Christus. Het is ook in deze periode, in de tijdvak 1914-1918 tot en met Armageddon, waarin de tijden der natiën, die met Nebukadnezar is begonnen, hun volledige afrekening zullen beleven. De politieke, economische en godsdienstige stelsel waarmee dit Babylonisch stelsel het ware Israël en de wereld in slavernij heeft gehouden, zal nu in een interim periode geheel worden afgebroken. De macht die God zal gebruiken om dit doel te bereiken, zal aan het einde zelf afrekenen met het communisme onder leiding van Ros, Mesech en Tubal, die Gog van het land Magog, en dit is niemand anders dan Rusland en haar bondgenoten, zoals wij dat op het ogenblik zien. Dit boek is geschreven op 14 februari 1978, vandaar deze opmerking. Er bestaat een ernstig meningsverschil over de vraag of dit boek werkelijk door Daniël is geschreven. Wij zullen daar niet op ingaan, alleen het feit dat zowel van Daniëls profetieën en zijn verklaringen van Nebukadnezars droom zo letterlijk is uitgekomen, zijn voor ons genoeg bewijzen van echtheid op de aanspraak dat Daniël dit alles wel degelijk geschreven is, kan men ook lezen in Deuteronomium 18, vers 21 en 22. Verder wordt Daniël ook door de gehele Bijbel bevestigd en ook door Ezechiël 14, vers 14. Er zullen daar deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job. Dan zouden deze door hun gerechtigheid slechts in zichzelf redden, luidt het woord van de Heere. In Ezechiël 28 wordt er gesproken van een verwaande prins Tyrus als volgt: voorzeker, gij zult wijzer zijn dan Daniël, geen geheim is voor u verborgen. Daniël was een tijdgenoot van Ezechiël en hij woonde in Babylon, terwijl Ezechiël over het huis van Israël geprofiteerd heeft. Ezechiël was bekend met de wijsheid en werk van Daniël en heeft ook persoonlijk ervaring en heeft met hem gesproken. Maar wij moeten genoeg bewijzen van de echtheid van Daniël vinden in de woorden van onze Heere Jezus zelf. Die zegt: wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waardoor van de profeet Daniël gesproken is op de heilige plaats zie staan, wie het leest, geven er acht op. Staat te lezen in Matteüs 24 vers 15. Dus Jezus zelf bevestigt dat het Daniël was die deze profetische woorden gesproken heeft en dit was geen denkbeeldig persoon. Het boek is in het Hebreeuws en Aramees. Dat is een Semitische taal die verwant is aan het Hebreeuws en langzaam heeft dit de spreektaal verdrongen. De Hebreeuwse gedeelten zijn van hoofdstuk 1 vers 1 en 2, 4a, hoofdstuk 8 vers 1, 12 vers 13. Het Aramees in hoofdstuk 2 vers 4b, 7:28. Hoewel er in de loop van de eeuwen veel gissingen zijn geweest om de tweetaligheid van dit boek te verklaren, kan er met zekerheid gezegd worden, het blijft een raadsel. Nee, het kan niet met zekerheid gezegd worden, het blijft een raadsel. Vergelijk echter de opmerking in de paragraaf onder de inhoud en indeling van het boek. Aldus de Bijbel met verklarende aantekeningen. Wanneer wij het boek Daniël lezen, moeten wij duidelijk in gedachten houden dat Christus het middelpunt van Gods raadbesluiten is. Hij is de kern waar alles om draait. Zijn glorie en heerlijkheid en overwinning is het mikpunt van elke handeling van God met deze aarde. Naast hem vindt men Gods uitverkoren volk Israël,
al de 12 stammen. De Bijbel spreekt van andere naties, maar altijd in zoverre als dit met Israël in verband staat. Dus ook in Daniël zal de opkomst en ook de verdwijning van de heidene natieën gezien worden en ook van het stelsel in vijandschap tegen God. Maar weer in zoverre als dit Israël raakt. God maakt een einde aan deze natieën, maar niet aan Israël. Er moet echter sterk beklemtoond worden dat het niet alleen gaat om geheel Israël, het is alleen een overblijfsel. Er zal een grote uitzifting hier op aarde plaatsvinden aan het einde van deze bedeling. De ongehoorzame en de onheiligen in Israël zullen zoals de heidenen ook omkomen. Het boek Daniël begint in Babylonië en eindigt met een aanduiding van het nieuwe Jeruzalem. Het begint in een tijd die eindigt op de grenzen van de eeuwigheid. Daniël en Johannes in het boek Openbaring verenigen hun waarschuwingen van onze huidige tijd, de tijd van het einde. En diegenen die op dit ogenblik leven, zullen door de komende opname in de lucht met Christus tegemoet gaan. Tot zover deze inleiding van het boek Daniël. We gaan nu naar hoofdstuk 1. We beginnen met de persoonlijke geschiedenis van Daniël. Hij en zijn vrienden kwalificeren zich voor de dienst aan het koninklijke hof. Vers 1 en 2. In het derde jaar der regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het grij van het huis Gods. En zij brachten ze naar het land Senear in de tempel van zijn God. Het grij bracht hij in de schatkamer van zijn God. Jojakim, de koning van Juda, heeft in Jeruzalem geregeerd en het was het derde jaar van zijn regering dat Nebukadnezar, koning van Babylon, tegen Jeruzalem optrok en dit belegerde. Maar hij kon zijn veldtocht niet voleindigen tot in het vierde jaar van Jojakims regering, want hij moest eerst tegen de koning van Egypte vechten. Hij versloeg deze in de slag van Garsjemis in het jaar 605 voor Christus. De heidense koningen beschouwden het als een grote eer wanneer zij de heilige voorwerpen die bedoeld zijn voor de levende God van Israël naar hun eigen tempels en hun eigen God konden brengen. Het is vanzelfsprekend dat de heilige voorwerpen vanuit het huis van God een van de eerste eisen was die Nebukadnezar gesteld heeft. Ettelijke jaren voordat Hiskia deze waardevolle voorwerpen aan de boodschapper van Babylon toonde. De profeet Jesaja waarschuwde dat de dag zal komen dat Babylon deze schat met geweld zou komen ophalen. We lezen dat in Jesaja 39. Dit is met deze gedeeltelijke wegvoering waarvan de bewaarheiding is geworden en geheel vervuld wordt in de latere fase van de ballingschappen die in het jaar 597 en 586 voor Christus voltooid werden. Nebukadnezars drankzuchtige en losbandige kleinzoon Belteshazzar zou later deze heilige voorwerpen ontheiligen. Deze door op een bijzondere dronkenmarspartijtje te gebruiken en in een gebaar van openlijke verachting van de levende God uit wiens tempel zij waren verwijderd. Zie Daniël 5 vers 1 tot 4. Laat dit voor ons een les zijn dat wij onze eigen lichamen die als een tempel gemaakt zijn voor de Heilige Geest, zoals we dat lezen in 1 Korinthe 3 vers 17, hoofdstuk 6 vers 19 en 20,
niet in de handen van Satan laten vallen, die het letterlijk zal vernederen en God daardoor zal onteren. In Jeremia 25 vers 9 wordt Nebukadnezar de dienaar van God genoemd. Dit was omdat hij een instrument in de hand van God was om zijn straf over het huis van Juda uit te voeren voor haar vele zonden die zij tegenover de Heere begaan had. Op dezelfde wijze zal de Heere God in onze dagen Rusland toestaan om tegen het christelijke Westen op te trekken om als roeder te dienen in de hand van God. Omdat wij Israëlieten, tegen God zwaar gezondigd hebben. U kunt dat lezen in Ezechiël 38 vers 16 en 17 en in hoofdstuk 39 vers 23 en 24. In Daniël 1 vers 2 lezen wij: en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht. Dit is een aanduiding dat God nog steeds in beheer is over al de zaken op de aarde, al heeft Adam dit ook in de hand van Satan overgegeven. Hier begon namelijk de overplaatsing van de soevereiniteit van Israël in de handen van de Chaldeërs. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijnen niet zijn. Zo lezen wij dat in Habakuk hoofdstuk 1 vers 6. En is tevens het begin van de tijden van de heidenen, of de tijden der natiën, waarna de Heer Jezus heeft verwezen in Lucas 21 vers 24. Denk erom, het is van het grote belang dat wij de uiteindelijke hand van God zien in alle opgang en verval van de natiën. Want Daniël heeft het zeer juist gezien en dit kan ook onomwonden erkend worden, lees Daniël 2 vers 21. En dat hij dit voor het eerst aan het hoofd van deze rij heidense oppermachten heeft beleden, Daniël 2 vers 37 en 38. De Heere God heeft zichzelf aan Israël geopenbaard, zoals hij zichzelf niet aan de wereld geopenbaard heeft. De Heere heeft zichzelf in Israël voor eeuwig gevestigd. Hij zal zijn hand voor eeuwig over Israël houden. Maar doet dat niet met de heidense rijkenen. Voor hen is hij de God van de hemel, dat lezen we in Daniël 2 vers 37. Dit is niet alleen als gevolg van een speciale gunst aan Israël, maar omdat als gevolg van haar bijzondere geboorte en opleiding. Want God heeft van Israël gezegd: maar nu, zo zegt de Heeren, uw schepper, o Jacob en uw formeerder, o Israël. Jesaja 43 vers 1. En dat Israël door de eeuwen heen in meer of mindere mate in de bewuste tegenwoordigheid van God gewandeld heeft, en omdat de heidense natieën precies ook als gevolg van hun geboorte, want hier komt het feit van het zaad weer in beeld van Genesis 3 vers 15, in hun levenswandel die zij zelf bewust gekozen hebben, maar niet bewust zijn van de tegenwoordigheid van God of van het licht die hij vertegenwoordigt, als vertegenwoordiger biedt. Vandaar het feit dat de profeten en godsmannen van Israël altijd Israël steeds dichter tot God wilden brengen en diegenen die onder de heidense invloed staan altijd streven om ons van dit goddelijke tegenwoordigheid te beroven. We kunnen dit ook meer en meer zien wanneer wij de innige warmte van de Bijbel vergelijken met de kilheid van de seculaire geschriften van diegenen die de Heere niet kennen. Vers 3 en 4. Toen beval de koning Aspenazes dat het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijke geslacht
en uit de edelen knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Godeen. Dit wat wij lezen in vers 3 is alreeds door de profeet Jesaja voorzegd in hoofdstuk 39 vers 7. En ook in 2 Koningen 20 vers 18 is dit voorspeld als een straf over het huis van Juda, maar wat als straf bedoeld was, heeft God in een zegen veranderd. En dit is precies hoe wonderlijk God werkt in het leven van Israël, maar ook in het leven van elk individu. Opdat wij gezondigd hebben, moet God ons ook straffen. Maar naarmate dit alles voorbij is, moeten wij erkennen dat het een zware tijd was, maar het diende voor ons eeuwig heil en onze bestwil. De straf die voorspeld was aan het huis van Juda werd uitgevoerd, want Daniël en zijn metgezellen waren van het koninklijke zaad of geslacht, maar in die straf was er ook een grote zegen, want daaruit hebben wij het wonderlijke boek Daniël gekregen, een waarachtige bron van kennis en goddelijke openbaring. Dit staat er in de brief aan de heiligen die te Rome waren. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8 vers 28. Daniël en zijn metgezellen moesten in de geschriften en de taal van de Chaldeërs onderwezen worden. Dit in de wijsheid, kennis en wetenschap van het vreemde volk. Wij moeten onthouden dat ook Mozes onderricht moest worden in al de kennis en wijsheid van Egypte. Die kennis, wetenschap, geleerdheid van Babylon was in die tijd van zeer groot belang. Moderne opgravingen tonen de standaard, cultuur, beschaving en geleerdheid van dat Babylon en wat het heeft bereikt. De profeet Jesaja verwijst naar deze geleerdheid in hoofdstuk 47 vers 10, waarin hij het oordeel van God over Babylon uitspreekt. In de tijd van Daniël was Babylon het middelpunt van alle geleerdheid en kennis van de wereld, precies zoals het was met de tijd dat Mozes in Egypte was. Laat dit ook voor ons een les zijn. Want al zullen wij al de kennis van de wereld bezitten en de enige waarachtige God niet kennen en zijn zoon die hij gestuurd heeft niet zien, leert Johannes 17 vers 3. Dan zullen wij verloren zijn en verleid worden door onze eigen wijsheid en kennis. Het is zeer opmerkelijk en van grote betekenis dat Babylon met al haar wetenschap en kennis gepaard ging met tovenarij en bezweringen. Precies op dezelfde wijze als het in Egypte was in de tijd van Mozes. In mijn boek Openbaring heb ik beschreven hoe de tovenarij en de kennis van occulte machten vanaf de stad Babylon geleidelijk naar Rome is verschoven en op subtiele wijze verweven is geraakt in het Babylonisch stelsel die met zijn politieke, economische en godsdienstige fases de wereld in haar netten heeft weten te vallen. En nu, in onze tijd, staan wij op de vooravond van de totale vernietiging van dit gehele stelsel van kennis en wetenschap die zo hoog is dat deze God openlijk uitdaagt. En hier begint dan opnieuw de tovenarij en het occultisme weer de kop op te steken. Waarlijk, wanneer wij de Bijbelverhalen goed begrijpen, dan pas zien we dat de Satan tegen God is, de zogenaamde antichrist tegen Christus, elk met hun eigen vertegenwoordigers op aarde.
Dit zal voor ons al meer en meer geopenbaard worden en ontvouwd worden als wij het boek Daniël verder zullen volgen. We lezen vers 5 van Daniël 1. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden. Na verloop daarvan zijn zij bij de koning in dienst gegaan. Dit voedsel dat hen werd voorgezet was natuurlijk van het beste van het beste. Maar dit werd tevens ook aan de afgoden geofferd. Zoals vandaag aan de dag in Nederland door voor de moslimgeslacht Haal wordt ook aan afgoden geofferd. Maar het wordt in onze gewone winkels verkocht. U bent gewaarschuwd. Voedsel neemt een belangrijke en een grote plaats in het leven van een mens. En als dit goed gebruikt wordt, is daar niets op tegen. Maar als het gevolg van het feit dat de voedsel in het alledaagse leven van de heidenen ook gepaard gaat met godsdienstigheid, zijn er vele onreine voedselbronnen die het voor het volk Israël door de wet van God verboden zijn. We hebben een goed voorbeeld hiervan in de zendbrief van de apostel Paulus die hij schreef aan de Korinthe. Lees voor uzelf 1 Korinthe hoofdstuk 8 maar eens door. Daniël was erg jong toen hij in Babylon aankwam. Hij was naar schatting ongeveer 17 jaren oud. Zoals ook Jozef het was toen deze door zijn broers als slaaf verkocht werd en zoals David toen hij Goliath verslagen heeft. Daniël was nu in de vreemde weg van zijn ouders, maar niet weg van zijn God. Integendeel, nu zou hij zich nog veel meer aan het woord vastkleven, want het zou hem een licht op zijn pad en een lamp voor zijn voet zijn, zoals Psalm 119, vers 105 ons zegt. Let ook op het volgende. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij houdt naar uw woord, Psalm 119 vers 9. En hij zal denken aan het woord uit Leviticus 11 vers 44. Want ik ben de Heere uw God, heilig u en wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt u zelf niet door allerlei wemelde gedierten dat op de grond krioelt. Zo lezen we dat in Leviticus 11. En we krijgen een complete opsomming omtrent het eten van rein en onrein voedsel. Daar is ook het varken onder begrepen. Daniël heeft zich in de vrede onthouden van alles wat onrein was en was daarin zeer vastberaden. Ook al was hij weg van de tempel en onder de ogen van zijn ouders uit, hij was niet uit de ogen van God. Hij was een zeer vastberaden godsman en kon zeggen tegen vriend en vijand, zo waar de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht in staat. Zo staat er geschreven in 1 Koningen 17 vers 1. Dit was Daniëls geheim. Vers 6 en 7. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs, Daniël, Gannaja, Misaël en Asaraja. De overste der hovelingen gaf hun andere namen, Daniël. Daniël noemde hij Belteshar, Gannaja, Sadrak, Misaël, Mesak en Asaraja. Abednego. Deze naamsveranderingen zien we opnieuw dat er een opstand is van Satan tegen God. Hun Hebreeuwse namen hebben allemaal de naam van God in zich gehad. En nu in dat nieuwe namen is dat elk een nu naar een andere Babylonische God werd genoemd. Het was algemeen gebruik in die tijd dat een veroveraar de namen van de veroverde veranderde om daardoor het beheer en gezag over de veroverde aan te duiden. Een van de beste voorbeelden hiervan vinden wij in vers dat het verste reikt in de verandering van de namen waar de 10 stammen toen de Assyriërs hen in ballingschap wegvoerden, hebben zij hen genoemd met andere namen. Zij werden verloren en zijn zoek geraakt. Vandaar dat wij ook spreken van de verloren stammen van het huis van Israël.
maar wij kunnen ze herkennen onder de namen waar zij later bekend geworden zijn als wij op zoek gaan naar deze 10 stammen. Maar dit is een ander verhaal. De elementen El in Daniël en in Misaël is een van de namen van de enige waarachtige God en de elementen Ja in Hanania en Asraja is een verkorte naam van Yahweh. Daniël betekent God is mijn rechter en zijn nieuwe heidense naam Belshazzar betekent schatmeester of schat van Bel of Baal. Hanania betekent ja of ja, jaha, dat betekent ja is genadigd of genade gegeven door ja. En zijn heidense naam Sadrach betekent boodschapper of licht van de zonnegod. Mishael, dat betekent wie is zoals God, zijn nieuwe naam wordt Mesach, wat betekent wie is zoals Akku, de maangod. Asarja betekent ja of God is mijn hulp. Zijn naam verandert in Abednego, wat dienstknecht of aanbidder van Nego betekent. In deze naamsverandering is de naam van hun God, die in hun oorspronkelijke naam aanwezig was en die de bescherming en gemeenschap van de God van Israël betekent, werd van hen weggenomen. Hun nieuwe namen worden nu in verband gebracht met de valse goden van Babylon en was tevens de eerste stap om Daniël en zijn metgezellen in het heidense geloof en geleerdheid van het oude Babylon in te leiden om op te voeden. Op deze wijze werden de jonge mannen van hun oorspronkelijke weg afgeleid en kwamen in een zware verzoeking en beproeving terecht. Vers 8 en 9. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken en hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Het belangrijkste is om op te merken dat Daniël en zijn vrienden vanaf het begin een juist standpunt hadden ingenomen. Vele malen, wanneer mensen met dwalingen en zijn corruptie en valse leerstelling te doen krijgen, zijn ze geneigd om in het begin een compromis te maken en kunnen dit later niet meer terugdraaien. Daardoor is het van groot belang om vanaf het begin het juiste standpunt in Gods zaken in te nemen. Daniël en zijn vrienden hebben dit dan ook gedaan en God heeft hem daarvoor geëerd. Dit zal je ook doen met een ieder die hem gehoorzaam zal zijn en hem de eerste plaats zal laten in zijn of haar leven. Vers 10 tot en met 17. Doch de overste der hovelingen zeide tot Daniël: ik vrees dat mijn heer de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, u uiteindelijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zeide Daniël tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniël, Hanania, Mishael, Asaria had toegevoegd: neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef, men geeft ons groente te eten en water te drinken, laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden. En doe dan met uw dienaars naar uw bevindingen. Hij gaf hen hieraan gehoor en nam hen gedurende 10 dagen de proef en na verloop van 10 dagen bleek dat hun uiterlijk schoner er zagen en welvarender uitzag dan al de knapen die van het koninklijke spijzen gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en wijn die zij moesten drinken weg en gaf hun groente. En aan de 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Het is een vast besluit van Daniël en zijn vrienden om zich aan Gods voedselvoorschriften te houden
en zij staken daarom later uit boven die van de heidenen. Dit geldt ook voor ons christenen als wij zo leven gelijk Daniel en zijn vrienden. We lezen vers 18 tot en met 20. Na verloop van dagen die de koning had vastgesteld, voor men hen ten hove zou doen verschijnen, brachten de oversten der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnezar. De koning sprak met hen en onder alle werd niemand gevonden gelijk Daniel, Gasnaja, Misael en Asraja, en deze traden in dienst van de koning in elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, vond hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden en al de bezweerders in zijn gehele rijk. Hieruit kunnen we zien dat het waard is om God oprecht te dienen. Hij is onveranderlijk en wat hij voor de een kan doen, zal hij ook voor de andere doen. Hij is geen aannemer van een persoon. Al deze dingen zijn voor ons tot lering opgeschreven. Voor die die nu leven aan het einde der eeuwen. Daniel heeft grotere wijsheid en geleerdheid van de Heeren ontvangen als dat een van de Galdeërs hem had kunnen geven. De Babylonische sterrenwichelaars en waarzeggers beheersten de levens van hun mensen volkomen en de meeste van hen waren vals. Laten wij daar goed op letten, want de tijd is nabij. Babylon zou totaal zwichten en verdwijnen om plaats te maken voor Gods koninkrijk. Er suddert nu een kookpot waarin schuimende aftreksels van de afgelopen eeuwen zich bevinden, van onheil die nu boven komen drijven. Laten we toch voorzichtig zijn om van geen enkel gebied met het Babylonische wereldstelsel een compromis te sluiten. We lezen Johannes 2 vers 15 tot 17. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar die wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Kunnen door omstandigheden gemakkelijk de wijsheid en de inspiratie van de Heilige Geest vervangen voor een valse geest en valse wijsheid zonder erachter te komen. God heeft aan Daniel iets oneindigs beter gegeven als dat hij van Babylon kon krijgen. Hij heeft hem werkelijk dromen en waarachtige kennis gegeven. God spreekt nog steeds door dromen en visioenen en openbaringen. Laten wij vervuld worden met de Heilige Geest die ons waarachtig zal helpen om te onderscheiden wat van God is en wat van de duivel is. Laten wij daarom bidden om de ware gaven van de onderscheiding der geesten om deze te mogen ontvangen. Vers 21. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Deze eenvoudige woorden, kort en bondig gesteld zoals de woorden van de Bijbel, maar hoe betekenisvol. Daniel bleef daar. Hij bleef het gehele ambtstermijn van die heidense koning Nebukadnezar. Hij heeft dikwijls die koning in zijn trots en starheid bestraft. Hij leefde in die tijd dat Babylon werd ingenomen en beleefde de val van Belsasar. Hij leefde in de tijd van Darius en al de intriges en complotten van zijn vijanden. Zijn geloof werd dikwijls tot het uiterste toe beproefd. Daniel is staande gebleven en overleefde de dwingelandij van de Babylonische en de Persische koninkrijken. Tijdens zijn leven heeft hij grote en belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen meegemaakt. Er waren 70 jaar van ballingschap voor het huis van Juda, zoals die door de profeet Elia voorspeld was, en al de straffen over geheel Israël als gevolg van hun zonde.
Aan het begin van dit boek vinden wij een jongeman getrouw en beginselvast. In het midden van het boek, in het 9e hoofdstuk, een oude man. En hij betreurde de zonde van zijn volk en roept zich hartstochtelijk uit voor Jeruzalem. Aan het einde houdt hij zich nog steeds staande tot in het eerste jaar van Kores, de Perzische koning, die een decreet uitvaardigde om terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te gaan herbouwen. Laten wij Daniëls voorbeeld van getrouwheid tot het einde navolgen en nadat alles volbracht is, dat wij nog steeds staande zijn gebleven. Tot zover hoofdstuk 1 van het boek Daniël.